Goedendag, mijn naam is Cornelis Peters en ik ben Ayurveda-geneeskundige van het Europa Ayurveda Centrum in Witharen. En vandaag ga ik iets vertellen over voeding. Dit is in de Ayurveda is voeding ongelooflijk belangrijk. Als je nagaat dat voeding je eerste medicijn is, mogen we dit onderwerp dus zeker niet vergeten. Als je bedenkt hoe je zo lang mogelijk gezond en vitaal ouder wil worden. Voeding is dus cruciaal. Nu is het in de Ayurveda zo dat we te maken hebben met drie constitutietypes. En dat is een vata, een pitta en een kapha. En deze drie constituties, dat is belangrijk omdat deze drie constituties hebben allemaal een andere stofwisseling, een andere metabolisme. Dus die nemen op een andere manier voeding op. En het interessante is dat Ayurveda als een van de weinige gezondheidsleren zich heel erg gefocust heeft op de werking van voeding, op de eigenschappen van voeding, of het verhittend is, of het verkoelend is. En zeg maar op een heel scala aan eigenschappen om te kijken van wat is nou goed voor welke persoon, op wat voor tijdstip en ook in welke periode van het jaar. En wat interessant is dat je dan ook meteen ziet dat waar het voedsel is, het voedsel wat van het seizoen is, dat staat dan als nummer 1 op dat moment in die periode bovenop de kaart van de Ayurveda. Dus voeding, daar kan ik gewoon niet genoeg over vertellen hoe belangrijk het is. En het is niet alleen voeding van wat voeding aan zich is, maar ook hoe je het eet, hoe je het klaarmaakt, in wat voor atmosfeer je dat tot je neemt. Dus er zijn allerlei aspecten van voeding wat allemaal even belangrijk is. Ik zal hier aan het eind van deze video een link laten zien. Je kunt dan een boodschappengids van mij gratis downloaden. Daarin staan allerlei gezonde producten op. Als je je constitutie wil bepalen, dan kun je kijken op onze site naar constitutie. En dan kun je dus zelf aan de hand van een korte vragenlijst zien of je een vata, een pitta en een kapha bent. Aan de hand daarvan kun je aan de hand van deze constitutietest zien welke lijst van voeding bij jou past. Ik heb op de website heb ik een vata-lijst, een pitta-lijst en een kapha-lijst. Dan kun je gewoon even kijken van welke voedingsproducten horen bij mij. Welke voedingsproducten verteer ik er optimaal. Nou, als je die drie dingen al weet, dus je constitutie, je weet welke voeding goed is en je weet in de lijst welke producten bij jou horen, dan ben je al zo ver op de goede weg. En dan zou ik zeggen, dan houdt niet veel je meer tegen om je gezond en vitaal te voelen. Tot volgende keer.